over Flevoland gesproken met Jeroen van der Laan. Goeiedag. Almere is nog maar net uitgeroepen tot meest MKB-vriendelijke grote stad en tot grootste economische groeier van Nederland. Toch is er de afgelopen tijd hard gewerkt aan een nieuwe economische agenda. Maaike Veeningen van D66 is de economiewethouder in Almere. Het gaat kennelijk heel erg goed. Waarom is er dan een nieuwe strategische agenda nodig eigenlijk? Het gaat op het moment ontzettend goed. We zijn al 2 jaar op rij de hardst groeiende economie van Nederland. En inderdaad recent uitgeroepen tot meest MKB-vriendelijke stad van Nederland. Maar je ziet wel dat het nu goed gaat, nu het overal economisch goed gaat. We kennen natuurlijk ook mindere tijden. En dan zie je dat Almere altijd harde klappen krijgt. Ja. En wat we ziet dat ook wel volgens mij in de analyses van die inderdaad prachtige groeicijfers. Dat er wordt gezegd, de uitzendbranche neemt daar een heel belangrijk aandeel in. Nou ja, dan weet je eigenlijk al, het is niet heel erg bestendig. Hè? Want zodra het dan minder gaat met de economie, zijn dat de eerste banen natuurlijk die verdwijnen. Heel veel mensen in Almere, in ieder geval relatief veel, hebben een flexibel contract. Dus inderdaad, dan raak je sneller je baan kwijt. En het heeft ook als nadeel dat er weinig in je wordt geïnvesteerd qua opleiding. Terwijl dat juist steeds belangrijker wordt. Ja, dus daar zitten wat kwetsbare kanten van de Almeerse economie. Moet je dan zeggen dat het idee is om die economie nu robuuster te maken? Ja, eigenlijk weerbaarder inderdaad in tijden van laagconjunctuur. Overigens is het ook nog eens zo dat de economie hard is gegroeid, maar het aantal banen niet. Dus ook dat blijft achter. Ja. Maar wij willen inderdaad op een aantal zaken inzetten, waardoor we bij een volgende crisis, die vast wel weer een keer gaat komen, dat we daar beter tegen bestand zijn. Ja, bij het opstellen van die economische agenda hebt u onder meer gesproken met ondernemers die nu al actief zijn in Almere. Ja. Wat gaven die eigenlijk aan? Ja, een heleboel dingen, ook veel positieve dingen. Ze zitten natuurlijk niet voor niks in Almere, waarderen dat. Midden van het land, goed bereikbaar. Maar ook wel zaken als dat het lastig is om geschikt personeel te vinden. Dat ze elkaar vaak niet kennen. Dat is ook wel een belangrijk onderdeel. En tegenwoordig zie je ook wel dat het steeds belangrijker wordt om ontmoetingsplekken te hebben. Ja. En Almere is natuurlijk erg ingericht met aparte bedrijventerreinen. Dus dat is ook wel iets waar we wat aan kunnen doen. Ja, dus eigenlijk wilt u dat meer mengen met het stadsleven? Ja, bijvoorbeeld meer informeel rond het station zou het goed zijn om wat meer gemengde milieus te creëren. Maar ook elders. En die mogelijkheden zijn er, hè? Want het stationsgebied gaat op de schop. Ja, zeker. Ja. Ja. De Almeerse economie heeft nog wat andere zwakke punten, denk ik ook. U noemde het eigenlijk zelf al, het beperkte aantal banen dat er beschikbaar is in Almere. Iedereen kent natuurlijk de forensenstroom die iedere ochtend richting Amsterdam en Schiphol gaat. Hoe krijg je dat nou voor elkaar om te zorgen dat er meer werk komt? Want ik geloof dat meer dan de helft van de beroepsbevolking buiten Almere werkt. Ja, zeker. Ja, we kunnen als overheid creëren we natuurlijk geen banen, maar we kunnen wel zorgen dat het fijn en goed ondernemen is in Almere. En daar gebeurt al heel veel goed. De dienstverlening wordt gewaardeerd. Maar we kunnen ook aan een ander aantal condities werken, waaronder geschikt personeel, inderdaad de ontmoetingsplekken. Maar geschikt personeel, ja, dat kunt u natuurlijk ook niet uit de grond stampen, zou ik maar zeggen. Niet uit de grond stampen, maar we doen dit wel voor de lange termijn. Niet alleen voor de komende 2 jaar, juist omdat je het ook echt robuuster wil maken. Maar hoe zorg je dan voor geschikt personeel? Nou, je kunt samen met werkgevers, onderwijsinstellingen en die uitzendbranches gaan kijken van, hey, waar zien we nou dat mensen straks hun baan gaan verliezen? Mm-hmm. Waar zijn de tekorten aan personeel? En wetende dat er soms omscholing nodig is, hoe kunnen we daar samen nou voor zorgen? Dat mensen zich daar nu al bewust van worden en gaan bijleren. Maar dat betekent dan ook dat u bijvoorbeeld stimuleert dat er opleidingen op dat gebied in Almere beschikbaar komen? Bijvoorbeeld, ja. Samen met onderwijsinstellingen, bijvoorbeeld op ICT en tech, zien we dat we daar best wel sterk in zijn. Maar dat bedrijven ook personeel zoeken. Daar hebben we opleidingen voor, maar die kunnen kijken of we die kunnen uitbreiden. En je zou natuurlijk ook kunnen proberen om grote bedrijven naar de stad te lokken. Dat is natuurlijk altijd wel een strategie geweest, hoewel de kritiek nog wel eens was, ja, dat lukt in onvoldoende mate om dat echt voor elkaar te krijgen. Is dat nog iets waar u op dit moment heel actief mee bezig bent? Wij voeren zeker gesprekken met bedrijven en gelukkig is er op dit moment heel veel belangstelling voor Almere. Dus we voeren die gesprekken absoluut. Ja. Zit er nog wat aan te komen, voor zover u nu weet? We hebben een tijdje geleden natuurlijk de Lidl gehad. Hè, met een groot, hoe zeg je dat, een distributiecentrum dat er komt op Stichtse Kant. Maar zijn er meer van dat soort grote vissen die binnengehaald kunnen worden? We voeren veel gesprekken en natuurlijk niet alles gaat door. Maar we zijn met een aantal gesprekken wel in een zodanig vergevorderd stadium dat ik wel verwacht dat er nog wat aankomt. Ja, zeker. Ja. Op wat voor bedrijven richt Almere zich dan vooral? Want als ik even mag teruggrijpen, deze discussie loopt natuurlijk al een paar maanden. Begin dit jaar kwam er een kritische analyse aan bod, waarin toch eigenlijk werd gewezen op het ontbreken van een duidelijk economisch profiel in Almere. Maak nou scherpe keuzes eigenlijk van wat voor soort sectoren je op wil richten. Maakt u die? Zeker. Wij zien dat we sterk zijn in de logistiek.
En de ICT-tech. Dat zijn twee hele belangrijke sectoren waar wij ons ook graag op willen profileren. Ja. Dus dat gaan we voorstellen aan de gemeenteraad. Maar je ziet bijvoorbeeld ook dat circulaire economie een sector is waar kansen liggen. En wat betekent dat dan in de praktijk? Want dan komt er op een gegeven moment een bedrijf uit een heel andere sector dat zegt, nou, er is mooi veel ruimte in Almere. Zeg je daar dan nee tegen? Dat zeker niet. Kijk, we doen al heel veel. Dat blijven we ook doen. Maar bij deze coalitieperiode hebben we met elkaar afgesproken. We gaan inzetten en extra investeren. En datgene wat we extra investeren, daar gaan we heel gericht op focussen. Hmm. En, maar wat betekent dan extra investeren in ICT en tech? Dat je ook bedrijven met geld lokt? Dat betekent met name dat wij die extra middelen die we hebben, met name op die sectoren gaan inzetten. Maar hoe? Bijvoorbeeld door ondernemers aan elkaar te verbinden. Bijvoorbeeld door evenementen te organiseren. We gaan dus bezig met omscholingen. Kijken of we onderwijs kunnen uitbreiden. En met bedrijventerreinen aanpakken. Nieuwe leuke werklocaties mogelijk maken. Dat zijn zaken waar je als overheid invloed op kunt uitoefenen. Ja, dat vond ik nog wel een interessant punt. Daar kwam ik een paar keer tegen de afgelopen maanden. Die nieuwe leuke werklocaties noemt u het. Flexibele werkplekken. Hè? Dat is echt helemaal van deze tijd. Maar in Almere zijn die eigenlijk relatief weinig beschikbaar. Relatief weinig. We zien ze wel de laatste tijd steeds meer tot stand komen. Dus er zijn echt al een aantal bedrijven die daarmee gestart zijn. Mag nog meer worden, maar daar gaan we gewoon de komende tijd aan werken. Dus ook op dat gebied moet Almere natuurlijk met zijn tijd mee. Ja, zeker. Ja. En nou is het zo dat we al een tijdje zien dat de Almeerse woningmarkt, of de Amsterdamse woningmarkt, zich voor een deel naar Almere verplaatst. Is zoiets nou ook bij het bedrijfsleven te verwachten? Je ziet dat ook Amsterdam daar steeds voller raakt. Dus dat betekent dat bedrijven ook soms wat breder gaan kijken. Maar gelukkig is het ook zo dat bedrijven Almere op zichzelf al interessant vinden. En dat zie je natuurlijk het liefste. Dat al duidelijk is wat wij als Almere te bieden hebben. En u wilt eigenlijk liever niet de afdankertjes van de Amsterdam hebben? Nou, we hebben, ik zou het ook geen afdankertjes willen noemen. Ik denk dat bedrijven zelf een afweging maken. Wat is voor mij aantrekkelijk, ook in prijskwaliteit. En Almere heeft natuurlijk ook een hoop te bieden op het gebied van bereikbaarheid. Midden in het land, snelwegen recent uitgebreid, spoor wordt steeds beter. Dus wat dat betreft. En dat hoort u ook van bedrijven die interesse hebben van Almere, dat ze dat een pluspunt vinden? Zeker, ja. We zijn niet voor niks recent gestegen van naar de plek 4 van logistieke hotspots in Nederland. Ja. Wat is nou eigenlijk in uw oog het eerste punt van de nieuwe economische agenda waar de stad echt mee aan de slag moet? We hebben natuurlijk meerdere dingen erin staan, maar ik denk dat wat je heel veel hoort bij bedrijven is inderdaad dat geschikte personeel is lastig. Als je dan zegt die sectoren zijn wel kansrijk. Voor de groei is het natuurlijk wel nodig dat er geschikt personeel is. En het biedt ook nog eens kansen voor de mensen die bij ons nu een flexibel contract hebben. Dus dat is in ieder geval een punt waar we dat we snel willen oppakken. Ja. Want u bent echt specifiek ook binnengehaald, hè, door D66 om de Almeerse economie te laten bruisen. U had ruime ervaring als wethouder economie al in Amstelveen. Gaat het met deze strategie lukken om die Almeerse economie meer te laten bruisen? Ik zie dat Almere al heel veel te bieden heeft. Er gebeuren al heel veel goede dingen. Er zit ook heel veel energie bij de ondernemers. Want we kunnen het natuurlijk alleen doen met hen. Dus ik heb er het volste vertrouwen in dat wij mooie stappen kunnen zetten. En hebt u dan ook concrete doelstellingen? We hadden ooit een wethouder economische zaken die 100.000 nieuwe banen ging creëren in Almere. Ja. Ik bedoel, hebt u getallen? Nou kijk, wij creëren als overheid natuurlijk geen banen. Dus ik vind het ook niet verstandig om dat soort doelen neer te zetten. Daarom wordt het ook met name een actieagenda. Wat gaan we nou echt met elkaar doen? Ook samen met die ondernemers en die onderwijsinstellingen. En daar zien we genoeg mogelijkheden om met elkaar mooie dingen te doen. Maar doel is, neem ik aan, wel meer banen in ieder geval. Zeker. Maaike Veningen, dank u wel. Graag gedaan. Dit was Over Flevoland gesproken. We zijn er weer na de zomermaanden in september. Graag tot dan.